zijn jullie natuurlijk voor de paarden. Jazeker. Maar er lopen hier veel meer dieren rond. Ja, te gek, hè? Ja, onder heel veel honden. Heel veel honden. En die best wel harmonieus samenleven met die paarden. En dat vind ik altijd wel heel, heel mooi om te zien, want dat zegt heel veel over hoe het hier eraan toe gaat. Ja, ja, nee, dat is mooi in balans. Ze zijn elkaar gewend. Ja. En ik heb ook nog gehoord van een wens van Edith. En daar wil ik ook eventjes wat voor gaan shoppen. Oké, okay. En waar zit je aan te denken? Ik heb vandaag gehoord dat zij een kat wil. Oh, oké. Okay. Dus ga ik leuke spullen verhalen. Oudjaar komt eraan, hè? Vuurwerkangst bij paarden, honden. Dus daar wil ik ook even voor alle dieren wat voor gaan shoppen. En dan heb ik nog een leuk bezigheidsproduct voor honden. Waar ze moeten werken voor hun eten. Dat is ook altijd goed voor hondjes. En met zoveel honden hier moet je natuurlijk ook... je hebt veel onderhoud aan die dieren. Dus oortjes, oogjes schoonmaken. Ja, daar wil ik ook even wat spullen voor gaan bestellen voor Edith. Zo, weer behoorlijk uitgepakt, zo te zien. Ja, ik ben wel lekker bezig geweest. Wow. En terecht ook, vind ik, hoor, voor Edith. Het is toch geweldig werk wat ze doet. Gelijk heb je. Ik had nog een laatste doosje gevonden met allerlei spullen erin. Heel goed. Deze zag ik weer. Ja, nou, vlooien natuurlijk tegen behandelen met zoveel dieren. Als je hier eenmaal vlooien binnenkrijgt, dan heb je natuurlijk een heel groot probleem. En dan moet je maanden behandelen voordat de laatste vlooi weer dood is. Ja. Voorkomen, beter dan genezen. Dus toen zag ik iets. Ik zag toen iets wat ik niet ken. Nee, nee, dit is tegen urine en ook tegen urinegeur. Dit breekt urine af en verdrijft de urinegeur. Waardoor honden niet meteen weer eroverheen plassen. Want als een hond eenmaal ergens geplast heeft... Echt? Katten ook trouwens. Ja, ik dacht dat het alleen bij katten was. Maar honden hebben dat exact hetzelfde dus. Ja, als die geur erin zit... dan hebben ze allemaal de neiging om aan het snuffelen en een poot op te tillen. Ja. Dus met zoveel dieren denk ik nou in ieder geval een grote. En was het verschil gewoon groot en klein? Het is hetzelfde en deze kan je op zak hebben als er een nieuwe hond bij komt met een beetje een markeringsprobleem. Dan kan ze snel handelen. Oké. Okay. Edith, kom erbij. Kijk eens. Hier worden de hondjes verwend. Ja, toch? Maar jij moet ook verwend worden. Vandaar dat we dit voor jou meegenomen hebben. En we hadden uit betrouwbare bron vernomen dat jij ook een kat wil. Ja, ik wil wel weer een boerderijkat. Precies, maar je moet ook een lekker plekje hebben. Ja, zeker. En ik wil deze Cat Cubes Toren. Dit zijn 4 verschillende units, wil ik even aanbieden aan je. Mm. Dit is om in te slapen, er is eentje om in te spelen, eentje om te krabben. En die onderste is om in te eten. Dus dit kan je ergens neerzetten. Het kan ook buiten. Het is goed schoon te maken. Zo, super. En de honden die hier rondlopen, die zijn ook ter adoptie, hè? Mm-hmm. Ja, behalve de zwarte. Oké, niet allemaal. Nee, maar ik heb een paar honden ter adoptie. Ja, nou, mocht je overwegen een hond aan te schaffen, denk er uiteraard goed over na. En kijk op onze Facebookpagina als je van een van deze hondjes gecharmeerd bent. Gijs ook niet, hè? Gijs is ook niet ter adoptie, nee. Ja. Die blijft bij mij.